met een aantal wijzigingen aan beide kanten. Arnstad terug in de ploeg. En ik moet zeggen, toen hij inkwam, als Jari Verscharen zich vroeg in de wedstrijd in Leuven kwetste. De slachtoffers van de aardbeving daar. Murillo mist zijn tackle van de Keibus. Hier is een eerste keer. Ja, ja. En recht in het centrum gekopt. Meteen een goede kans. Shabli. Bal net over Jan Vertonghen. Wat druk van Anderlecht op die ene kant hier en op de kant van opbouw van Westerlo. Jordanov. Matsuo. Ja, dat is geen buitenspel. Jordanov zelf. Laag. Fase had hem eigenlijk voor het doel gewild. Hashimeru heeft wat ruimte. En Van Eno loopt ook nu opnieuw achteruit. Is dan Dreyer kwijt. Hier is Raman. Moet een omwegje doen. Maar nog een goed gekruist schot. Benito Raman. Hoewel moest hij de aanname meer richting doel hebben kunnen doen. Hier al Raman hè, in zijn loop blijven. En dan had hij meer kans gehad natuurlijk. Oké, lang niet slecht gedaan uiteindelijk. Maar moeilijker van daaruit. Trappen. Elke bal tegen de arm op een hand. Beginnen zeker. Dan wordt er geroepen. Uiteraard. Actie Amuzu. En er ligt er eentje nog. Amuzu gaat trappen. En bijna Raman. Maar gewoon ook Bolat. Met een actie één of twee mensen tegenstanders uitschakelen. Aan de kant van Anderlecht. Shadli. En de laatste aanval van deze eerste helft is er eentje van de Kempanen. En de kopbal is van Kian Vaze. Zoals hij er graag op inloopt. Dus dan ga je straks om geel te geven. Misschien een spits moeten brengen die al geel heeft. Dat is vreemd. Amuzu. Holland. Ja, het is zelden dat ik De Bast. Ja, dat is geen slechte Vertonghen. Ja, had gekund. Dat is uiteindelijk de beste poging sinds heel lang. Jan Vertonghen. De corner voor Westerlo. Madsen. De Kuiper. Dat is een goede voorzet. En de kopbal. En het schot. Een serieuze kans. Wat een kans. Thomas van de Keibus. Helemaal alleen. Er dan Anderlecht is geweest. Ja. Behalve die kopbal van Vertonghen. De kans nog naar de corner van de Keibus. Iets meer kruisen. Altijd binnen. Goeie redding. Klare kijk van de Keibus. Hij had de 0-1 aan de voet. Het moet naar Van Eno. De aanvoerder. Op de lat. Gestreeld. Likt de lat. Lucas Van Eno. Dat zijn 3-11. In minuut 86 is Westerlo er twee keer heel. Blijkbaar geen buitenspel van Dorgeles. Tuur Dirks. Goed doorgelaten. Vitokele. Overbrugge. Schitterend gepakt. Wat een kans. Dat zijn er drie. Westerlo. Twee minuutjes. Gaat hij nog krijgen. Goed hoor. Bart Verbrugge. Want het verhaal helemaal afgesloten worden. En konden de boeken toe. Mooi van Dirks. Dat is ook een nog goeie. Eens, nog eens. Nu dan. Tegen de lat. Anderlecht ontsnapt. Het is een ontsnapping als MacGyver in zijn beste tijden. Keer nu. Vlakbij de 0-1. Mooie aanval. Goede bal uiteindelijk van Metsen. In de loop van Dorgeles zijn dit. Refailov. Nee. Het is einde van de wedstrijd. We zijn geëindigd waar we begonnen zijn. Bij 0-0. En daar mag eigenlijk vooral deze Jonas Droek spijt van hebben.